Hey kippetje. Hallo. Hallo. Hey. Ja. Hallo. Hallo. Ik wil het vandaag hebben over de transitie die je moet maken als je jezelf in beweging wil zetten. En dat is niet te onderschatten hoe belangrijk dat moment is. En hoe je die transitie maakt. Kijk, als je dieren hebt om voor uit je bed te komen, dan is dat een incentive om uit je bed te komen. En misschien heb je iets anders om vooruit je bed te komen. Hoe prettiger, hoe aangenamer, hoe minder eisend dat is. Hoe meer dat vanuit liefde gebeurt. En dat is eigenlijk al meteen een verschil. Op het moment dat je 's ochtends opstaat of 's ochtends wakker wordt, liever gezegd. En er is weinig zelfliefde. Dan heb je dus niet iets om vooruit je bed te komen. En dan is het prettig als je die liefde kunt projecteren op iets anders. En eigenlijk is liefde voor de ander, of liefde voor een kip, of liefde voor je hond, of liefde voor je poes, is liefde voor jezelf. Op dat moment verplaats je die liefde naar iets anders. En de gedachte dat een ander of iets anders moet lijden door... dat jij het verzaakt, dat jij je plicht verzaakt, is voor ons belangrijker dan dat we zelf in ons bed liggen bijvoorbeeld en er niet uitkomen. Ik spreek nu eigenlijk over een situatie waarin je echt heel laag, heel gedeprimeerd voelt. Maar het kan ook gewoon zijn dat je 's ochtends uit je bed komt en dat je gewoon geen zin hebt. Of dat je wakker wordt en je hebt nergens zin in. Het zit niet zozeer in je lijf voor je gevoel, maar het zit vooral in je hoofd. Het voelt een beetje mottig, het voelt een beetje bäh. En dat bäh gevoel, dat... eigenlijk zijn we onszelf de hele dag door aan het oppeppen om van dat bijgevoel af te komen. En dan zijn we onszelf eigenlijk weer op ons kop aan het geven. En dan zijn we het weer aan het volhouden. En het ging in deze serie over het vinden van de goesting. Het vinden van het volgende moment waarin dat het wel goed voelt. Voor mij is dat bijvoorbeeld... Als ik de apparatuur pak en ik ga ergens staan en ik ben me bewust van dat mijn verhaal ergens gaat landen. Dat mijn verhaal door andere mensen wordt gezien en gehoord. Dus dat ik in de rol van lesgever kruip. Zodra ik in die rol kruip, merk ik dat de goesting vanzelf komt. Zelfs op dagen dat ik echt bäh voel. Dus voor mij is dat de vorm gebleken waardoor dat ik mezelf op dat pad kan zetten en de nieuwsgierigheid op voel komen en de concentratie ook voel toenemen, de focus voel toenemen om iets te doen met vanuit dat blij gevoel. Maar er is sprake van een transitie en die transitie die kan echt vanuit het blij gevoel gaan naar dit. En dat is niet voldoende. Hè? Van bleh, naar dit. Maar en toch is die belangrijk om die te honoreren. Op het moment dat je bleh voelt, hè, neem dan ook een houding aan van bleh. We hebben het de vorige keer een beetje over gehad, over wat er gebeurt, hè, als je een emotie voelt. Een emotie van
van angst of van verdriet. Hè, dat is vaak een emotie die jou kleiner maakt. We maken onszelf ook kleiner. En emotie van angst betekent vaak ook dat je je schouders optrekt. Terwijl je juist bij verdriet bij verdriet en wanhoop laat je vaak je schouders hangen. Het zit ook in onze taal. Hè, hoe dat we met ons lichaam daar expressie aan geven. De schouders optrekken. De borst naar voren zetten. Hè, dat zijn allemaal je schouders eronder zetten. Hè, weer gaan torsen. En dat is iets wat ik eigenlijk niet wilde. In deze 40 dagen dat er ergens een soort van bewustzijn komt naar... ik ben mezelf nu weer aan het trekken. Ik ben mezelf weer aan het duwen om die 40 dagen vol te maken. En die 40 dagen die gaan toch wel voorbij. Het gaat er alleen om hoe bewust gaan ze voorbij. En hoe bewuster dat ze voorbij gaan, hoe beter dat je erbij bent, of hoe sneller dat je erbij bent op het moment dat er een draad van goesting of een vlacht of een vleugje van goesting voorbij komt. Een goesting heeft een geur, een goesting heeft een smaak. En die in je mond brengen of naar je toe brengen is het moeilijkste wat er is. Dus als je nu al luistert, gefeliciteerd. Als je nu luistert naar dit filmpje, dan feliciteer ik je al. Want dan heb je al de moeite genomen om die draad op te gaan zoeken. En ben je verveeld, zit je de hele tijd te geeuwen en denk je van... allee, gaat ze nog ergens naartoe met haar verhaal? Kijk dan, voel dan bij jezelf of je iets anders op voelt komen. Een andere goesting op voelt komen. Misschien wil je wel terug gaan liggen, misschien wil je wel... gekke bewegingen maken of zo. Of geeuwen of uitrekken. Geef daaraan toe, want daar begint het bij. En ik ga nu eerst even voordoen wat ik doe als ik echt geen zin heb. Maar ik heb mezelf wel naar buiten gesleept. Omdat ik gewoon... ergens weet mijn brein nog vanuit de geheugen dat het de laatste keer erg fijn was als ik dat deed. Nu voelt het bij, maar straks voelt het misschien beter. En dat is een stukje onderhandeling met jezelf. Dat kan je niet elke ochtend doen. Als je dat elke ochtend moet doen, dan weet ik zeker dat je na een paar weken zoiets hebt van... ja, vandaag heb ik iets beters te doen. Of er komt gewoon iets tussen. Je bent een paar weken lang ondergedompeld geweest in die flow en iemand heeft je meegenomen. En dat is nog sterker als je dat in een groep doet natuurlijk, want er zijn verschillende manieren om jezelf erin onder te dompelen. En ja, in een groep ergens op een plek waar niemand anders die je kent bij kan, is een enorme sterke manier om jezelf en jouw engagement te versterken. Maar in je dagdagelijks leven heb je dat niet. En daar heb ik het hier over. Over een challenge, gewoon zomaar gedurende het jaar. Niet op een speciaal moment. En die je elk moment kan oppakken. Vandaag, dit is een zondagochtend voor mij, zou een prima dag kunnen zijn om opnieuw een challenge te beginnen. En noem ik die dan een 40 dagen challenge? Dat kan. Meestal is het zo dat als ik iets 40 dagen lang... bewust doe. En niet bewust volhouden, maar bewust doe, bewust meemaak. Dat er dingen gebeuren, dat er shifts zijn in je brein. Nou, ik ga twee dingen voordoen. Ik ga eerst op een stoel zitten, want dat is meestal als ik bleh voel. Dan ga ik op een stoel zitten. Dan heb ik niet eens zin om een matje uit te rollen. Dan pak ik de eerste beste stoel. En dan ga ik op zitten, maar ik ga wel bewust zitten. En dan ga ik jullie gewoon door de stappen heen nemen die ik maak en die misschien van inspiratie kunnen zijn voor jou. Ja. Ik neem dit filmpje op als extra filmpje voor de gehele challenge, omdat je dit moment waarschijnlijk gewoon tegen zult komen of al tegen bent gekomen en het misschien al op hebt gegeven. En denkt, ja, die 40 dagen challenge is niks voor mij. Maar het is hetzelfde als stoppen met roken. Je kunt elke dag opnieuw stoppen met roken. En het is niet hetzelfde als stoppen met roken. Het gaat over de goesting vinden om elke dag weer opnieuw te beginnen. Want wat is het alternatief?
Als je eenmaal bewust bent hiervan, van die processen en van die op- en neergang van de goesting. En het uit- en het in, erin vallen van je bewustzijn. Je bewustzijn van wat je aan het doen bent. Het is heerlijk om af en toe uit het bewustzijn te gaan. En gewoon maar go with the flow. We zullen wel zien wat er gebeurt. Dan ben je eigenlijk aan het wachten op het volgende fijne of het volgende vervelende moment. Als je de boel laat, dat is prima. Want dat is een goesting die je op dat moment hebt. Maar blijf wel bewust de boel laten. Bewust zijn van de kentering, van de momenten waarop het verandert. En waarop dat de boel laten toch niet is wat jouw lichaam of ergens iets in jouw geest zegt wat je zou kunnen doen. Wat misschien goed zou voelen. Dus ja, wat je ook doet, doe het bewust. Dat is eigenlijk bijna in elke les is dat iets waar ik op terug blijf komen. En dat is niet gemakkelijk. Want we willen onszelf wel eens verliezen. En ik heb vroeger ook wel eens gezegd, had ik maar niet zo'n bewustzijnsvermogen. Hè? Of was ik maar ongelooflijk dom en begon voor mij de dag, elke dag maar weer als een nieuwe dag waarbij ik me eigenlijk niet zo heel veel van voorstelde wat ik daar nou uit wilde halen of wat ik allemaal moest. Daar begint het vaak mee, de ellende. Hè? Wat je allemaal moet, omdat het nog niet goed genoeg is. Nou, we vergeten één ding. We werken vanuit ons gevoel en dat is wat we vaak overslaan. Dit is wat wij ontzettend belangrijk vinden, omdat het ons belangrijkste tool is. Dat is het tool wat je nu gebruikt om naar mij te luisteren en van mijn gebrabbel iets te maken in je hoofd. Maar vergeet één ding niet, je bent voortdurend aan het terugkoppelen met je gevoel. En je gevoel is het allerbelangrijkst. En je bewustzijn gebruiken om je gevoel in je lijf te laten spreken, dat is eigenlijk de sleutel tot alles. En daar kan ik niet te veel over uitleggen, omdat elke situatie iets nieuws oplevert. En daarom is het ook zo fantastisch dat als je dit bewust doet, dat je leven gewoon één grote lange speelfilm wordt. Ik ga nu de stoel pakken en dan gaan we verder zien. Wat ga ik doen? Ik ga ze hem zo neerzetten dat je me van de zijkant kunt zien. En dan kan je zien wat ik doe. Kijk, en allereerst, omdat ik hier buiten ben, moet ik een plekje zoeken waar dat het stabiel voelt. En ook waar dat ik mijn voeten zodanig neer kan zetten dat ze gelijk voelen. En dan ga ik weer terug naar de tweede of de derde les. Waarbij we zittende oefeningen gingen doen. Maar ja, zittende oefeningen. Ik ben bleh. Dus ik zit hier op mijn stoel en ik ben bleh. Wat doe ik dan als ik me bleh voel? Nou, als ik me bleh voel, dan zit ik niet rechtop. Dan zit ik voorovergebogen, mijn navel ingetrokken. Mijn schouders laat ik hangen, mijn hoofd laat ik hangen. En laat ik nou eens heel bewust me bleh voelen. Ik ben al voorbij dit moment nu, maar vanmorgen voelde ik me best wel een beetje blij. En ik moest eruit voor de kippetjes en het was mooi weer. Dus toen heb ik me hier naartoe gesleept. En toen kwam het idee. Wat als ik daar iets mee doe? Want dat is een moment wat we allemaal tegenkomen. Nou, voelt dit goed? Als ik zo blijf zitten en ik blijf expressie geven, uiting geven, mijn lijf aan het gevoel. En eigenlijk voelt dat niet zo goed. Op een bepaald moment heb ik het gevoel dat ik iets moet gaan veranderen. Maar ik ga nu even zwijgen. Ik ga gewoon even voelen wat dat met mij doet. En dan ga ik jullie zo een verslag geven van wat ik ga doen. Ik merk dat in die houding dat ik op zoek ga naar onnodige spanning om deze houding te houden.
En die onnodige spanning zit hem vooral in mijn zitbotten. En ik probeer mijn zitbotten en de spieren daaromheen een beetje los te laten. Het is oké, okay, het is goed. Ik mag me zo voelen. En dat kost best wel wat concentratie, want die spieren zijn zo gewend om een beetje op te trekken. Te houden, als het ware. Als ik ze loslaat, dat er een weerstand is. Dat gebeurt niet meteen. En ik merk ook dat mijn ademhaling een beetje geblokkeerd is als ik mijn borstkas zo laat hangen. Maar ik voel me wel echt blij. Dus op dit moment voelt het lekker als ik met mijn gewicht, het centrum van mijn romp. Mijn romp is best wel zwaar met de schouders en de armen. Als ik met mijn gewicht iedere keer een beetje naar voren en naar achter ga. En dan merk ik als ik mijn hoofd wat meer laat hangen en het gewicht van mijn hoofd wat meer laat gelden, dat ik gemakkelijker naar voren en naar achter ga. En dat er ook iets gebeurt in mijn onderrug. En eigenlijk ben ik nu al vertrokken. Want er is al een onderzoek. Wat gebeurt er als? Wat gebeurt er als ik stop daarmee? Dan merk ik dat ik gemakkelijk naar voren toe ga. En misschien wil ik wel zo blijven hangen. Dat doet wel goed aan de onderrug, om gewoon voorover te hangen. Kan ik mijn hoofd nog wat meer laten hangen? Alsof er een gewichtje aan mijn kruin hangt. Wat voor gevoel levert dat op? Mijn wangen hangen, mijn armen hangen, mijn schouders hangen aan mijn borstkas. En mijn borstkas hangt aan mijn bekken. Misschien voelt het goed als ik mijn voeten wat breder zet. En dan beweeg ik zachtjes heen en weer. Dan voel ik de rekking. En dat aan de linkerkant minder stijf is dan aan de rechterkant. En dan gaan mijn gedachten terug naar gisteren, waar ik een hele dag met een bosmaaier bezig ben geweest. En dan voel ik de afdruk of de indruk nog van die dag waarin ik met vooral mijn rechterkant veel getild heb. Mijn rechterhand heeft wat spierpijn. Ik beweeg wat met mijn rechterhand. Doe hetzelfde als je bij jou een onevenwicht voelt. En dan heb ik weer trek om gewoon terug omhoog te komen. Het grappige is, ik zet mezelf neer en ik zet mezelf automatisch op mijn zitbotten neer. En dan ga ik kijken of dat ik goed op mijn zitbotten ben. Voelt het goed om er bovenop te zitten? Of kan ik een klein beetje het gewicht naar voren toe laten gaan, zodat ik de voorzijde van mijn zitbotten voel? Of het gewicht een beetje meer naar achteren, zodat ik de achterzijde van mijn zitbotten voel? En ga ik dan met mijn borst helemaal naar achteren of alleen maar met mijn bekken? Dus Ik merk dat als ik mijn gewicht van het centrum van mijn borstkas gebruik als trekpunt en mijn anker is in mijn bekken, dat het goed voelt als ik naar voren ga. Maar als ik hetzelfde doe als ik naar achter ga, dan ontstaat er spanning in het bekken, in de heupen, in de bovenbenen. En als ik die wil loslaten, dan moet ik dus mijn sacrum, mijn heilig been, laten zakken. Dus mijn bekken kantelt dan naar achter.
ik kom meer richting mijn staartbeen. Of mijn staartbeen komt meer richting de zitting van de stoel. En eigenlijk ben ik dan al vertrokken. Want ik ben nu al bezig met de eerste oefening. Maar op een hele andere manier. Ik ga minder zitten om de oefening te doen. Ik laat hem ontstaan vanuit een onderzoek van wat goed voelt. En misschien voelt dit wel helemaal niet goed voor jou vandaag. Want het kan zijn dat bij mij inmiddels al zo'n patroon is ontstaan dat ik automatisch op die beweging kom. Hoewel dat een heel natuurlijke beweging is en ook heel gezond is voor je onderrug en voor je gehele ruggenwervel. En je vanuit de basis die ruggenwervel in beweging zet en je maakt gebruik van een zekere golfbeweging. Daar ga ik zo direct over hebben. En toch kan het voor jou iets anders zijn. Het kan voor jou betekenen, bijvoorbeeld als je heel veel last hebt van je schouders, dat je die spanning in de schouders voelt en dat je het gevoel hebt dat je je arm moet laten hangen. Doe dat dan gewoon. Alleen, wat levert het op om je arm te laten hangen? Want, nu ga ik even mijn stoel naar voren schuiven. En altijd goed zoeken naar die uitgangspositie. Hè? Dus ik voel aan mijn linkerschouder voel ik een beetje spanning. Stel nou eens dat ik hem gewoon laat hangen. Als ik dat doe, ontstaat er meteen spanning in de rechterkant van, of rechts van mijn navel en de rechterflank. Want dat werkt als een soort takel. Ik moet hier meer gewicht maken om mijn arm te kunnen laten hangen. Dus wat voel ik dan dat goed is? Misschien is mijn beweging wel te groot. Dat komt nu ook omdat ik geen spanning in mijn schouders heb. Maar laat ik eens op zoek gaan naar de spanning in mijn schouders. Waar zit dat die? Er zit altijd wel een beetje spanning in de schouders. Bij mij zit het meer in mijn schouderbladen. En wat voelt goed? Eigenlijk hoorde dat een beetje bij wat ik net deed. Bleh. Ik liet mijn schouders naar voren hangen. Dus mijn schouderbladen gaan uit elkaar. Verder van de ruggenwervel af. De schouderbladen zijn van die driehoekige botten die heel plat zijn en zo over je rug kunnen schuiven. Bij elkaar worden gehouden door een bundel van pezen en spieren. Maar zijn ongelooflijk flexibel. Ze kunnen echt over een heel groot gebied over je rug schuiven. En als je daar bewust van bent, dan kan je ze ook verlichting geven. Dus bij mij was die spanning aan de binnenkant van mijn schouderbladen. Naar mijn ruggenwervel toe. En op deze manier geef ik ze een klein beetje rekking. Dus eigenlijk was die bleh, was een manier om spanning te ontladen. Zoals er bleh eigenlijk ook is. Hè? Bleh. Bleh. Soms doet het gewoon goed om daarmee te beginnen. Bleh. 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 Alsof je de bleh van onderuit je buik zo naar buiten laat komen. Bleh. Luister, als je last hebt van schaamte, als je dit in je eentje aan het doen bent, dat is een serieus spoor van jezelf niet durven laten zien zoals je bent. Hè? Andere mensen vinden dit maar gek doen. Hè? Doe niet onnozel, want dat heeft geen zin. Nou, je lichaam heeft daar geen oordeel over. Het is jij die daar een oordeel over heeft. Dat lichaam niet, dat doet gewoon. Anders zou het zo'n klank niet kunnen maken. Bleh. Ik kan nog meer klanken maken, maar dit is wat er op dit moment uitkomt. Mijn lichaam heeft daar geen oordeel over. Hoe minder oordeel dat je hebt, hoe meer vrijheid dat je hebt en hoe meer goesting dat je kunt vinden in je leven. Het is ons voortdurende oordeel over onszelf en in de kleinste dingetjes die ons beletten om uiting te geven aan datgene wat er is. En als we die uiting niet geven, dan stapelt zich dat op ergens in ons lijf. En dan komt dat eruit door een woedeuitbarsting of door voortdurend gevoel dat je moet wenen, moet huilen. Of agressie naar je eigen lijf toe, jezelf afmatten, jezelf op de kop geven, afjagen, voortdurend dingen moeten doen. Het is nooit goed genoeg.
Het is ook nooit goed genoeg in de zin van perfectionisme. Maar ook voortdurende vermoeidheid. Jouw lijf geeft gewoon aan, hallo, het is genoeg geweest. Ik hou het niet meer. Ik wil gewoon bah kunnen zeggen. Maar nee, dat durven we zelfs niet meer. Ja, dus we hebben ooit eens een keer 40 mensen op een rij gehad. En die allemaal alleen maar ha laten zeggen. Een hele krachtige uitspraak die we ha op deze manier. Nou, als ik het zo doe, ik heb het wel eens in een bos alleen gedaan. En dat was een meneer die naar mij toe kwam om te vragen of dat het wel goed ging met mij. Veertig mannen op een rij. Die allemaal ha moesten zeggen. En we moesten die echt over de streep van de gêne trekken om dat te doen. En natuurlijk waren er een aantal gasten bij die stoer waren en dat toch een paar keer deden. Maar die deden het vooral om te laten zien hoe stoer dat ze waren. En pas wanneer dat het vol overgave gebeurt en gebeurt vanuit de goesting van dat lijf, dan worden die klanken ineens heel anders. Dan komt het zo vanuit je tenen dat er daarna niets anders meer ontstaat dan een enorm lachsalvo. En dat is geen lach van schaamte, maar dat is een bevrijdende lach. Wat ben ik toch een idioot om dat al die jaren in mij te houden. Waarom doe je dat? Omdat je er mensen niet mee lastig wil vallen. Omdat je aangepast wil zijn. Omdat je moet functioneren. Omdat je de teugels niet durft los te geven. Maar je geeft ze niet los. Je houdt ze alleen niet meer zo strak vast. Je voelt de teugels en je voelt ook vooral het paard wat aan die teugels vastzit. Wij voelen ons paard, ons lijf niet meer. En letterlijk, in de mythologie is het paard het symbool voor embodiment. Mooi is dat, hè? Kijk, daar krijg ik nu de rillingen van. Het kan heel nerdy overkomen, maar dat zo klopt en dat die wijsheid al veel langer wordt overgedragen via allerlei verhalen bijvoorbeeld, daar krijg ik de rillingen van in mijn lijf. En die rillingen voelt als goesting en daar krijg ik zin van om andere bewegingen te maken. En misschien vind ik het wel fijn om gewoon uit te rekken. Misschien doet dat wel goed. Oh, daar komt er meteen een geel op. Wat is die geel? Waar komt die vandaan? Die komt uit mijn lijf. Daar heb ik geen oordeel over. Doen we dit altijd? Nee. We doen dit bijna nooit. En die geluiden maken. En merk eens op wat je ruggenwervel eigenlijk doet. Het maakt niet andere bewegingen als die we altijd gedaan hebben. Maar ik voel ineens een beweging opkomen die we nog niet gedaan hebben in diezelfde les. En dat is die ronddraaiende beweging in je bekken. En eigenlijk ontstaat die vanzelf wanneer dat je uitrekt. En weet je hoeft niet altijd in die keurige cirkel te gaan. Hè? Inademen naar voren en uitademen terug. Dat begint te veel op een oefening te lijken. En dan ben je niet meer bezig met te schakelen met datgene wat je voelt. En ik voel dat deze kant nog een beetje meer nodig heeft. En denk eens aan hoe dat een beer dat zou doen. Die jeuk heeft op zijn rug. Die denkt ook niet, we draaien drie cirkeltjes rechtsom en drie cirkeltjes linksom. Zo werkt het niet. Hoe meer dat je het in een oefening giet, hoe minder spontaan en intuïtief en lichamelijk dat het wordt. Het is de kunst om de oefening te ontdekken in datgene wat spontaan opkomt, of het systeem te ontdekken, of de herhaling te ontdekken. En van die herhalende beweging gebruik maken en jezelf ondertussen de vrijheid geven om je lichaam te laten spreken. En dan krijg je bewegingen die ik niet eens kan uitleggen. Wat doe ik nu eigenlijk precies? Ja, maar het voelt goed in mijn bekken om op die manier uit te rekken en dan weer los te laten. Nou, het is fantastisch, maar op de een of andere manier ben ik vertrokken en zit ik meer in mijn lijf. En kan ik mijn lijf laten spreken om bepaalde bewegingen te maken.
En ben ik niet meer bezig met hoe dat het eruit ziet. Of wat ik moet doen. Het voelt gewoon goed. Als je hier een muziekje bij opzet. Of je werkt gewoon met de geluiden van de natuur. Dat is fantastisch om te doen. Wat heeft dit nu voor zin? Hoe bewust ben ik dit aan het doen? En voel je al gêne opkomen? Als ik dit doe in een groep, dan komt er gêne op. Ik voel die gêne uit de groep. Allee, hoe lang moeten we deze oefening nog doen? En waar gaat dit eigenlijk over? Waarom doen we dit? Dit doen we, en ik noem het maar, als alleen al als antigif. Als antigif op al die andere momenten dat je jezelf contained houdt. Dat je jezelf inhoudt. Antigif voor al die momenten. En er zijn er nogal wat. Want meestal houden we ons in. Meestal houden we ons goed. Om de harmonie te houden. Om andere mensen gerust te stellen. Om andere mensen gunstig te beïnvloeden. Zodanig dat er geen ruzie komt. Zodanig dat er geen conflict komt. Om andere mensen ons de indruk te geven. Nee, om andere mensen de indruk te geven dat we in orde zijn. Dat we geen hulp nodig hebben. Dat we ons zullen aanpassen. Dat we goed genoeg zijn. Enzovoorts, enzovoorts. Om andere mensen de indruk te geven dat we niet onzeker zijn. Dat we geen extra bevestiging nodig hebben. Of juist wel. Nou, als je lichaam laat spreken, dan pakt het de vrijheid. En dan krijg je gewoon bewegingen die jou, ja, die vanzelf komen. Oké? Nou, ik kan hier nog een half uur langer over doorgaan. Dan komt er van alles naar boven. Want dat is wel wat er gebeurt. Je zet de poort open naar een onbekend stukje van jezelf. En naar universele waarheden uit de natuur. En hoe is het mogelijk dat we daar bang van zijn geworden? En ik moet eerlijk bekennen dat op het moment dat je je bleh voelt, is het gewoon gemakkelijker om die televisie aan te zetten en jou te laten meevoeren. Je te laten betoveren. Maar 9 van de 10 keer als je die televisie uitzet, ook nog eens een keer veel te laat uitzet, dan voel je je helemaal niet zo fantastisch. Dan voel je je eigenlijk vaak nog slechter dan wanneer je begon. Dus nogmaals, als je hier al beland bent en je luistert hiernaar, dikke gefeliciteerd, want dit is de moeilijkste oefening. Als je dit vaak genoeg doet, herken je ook de goesting op basis waarvan je uit dat bed of uit je stoel naar jezelf toe komt. Terug in je lijf kunt komen. Je herkent ook die overgangen beter, zodanig dat je ze bij de staart kunt pakken. Ik heb je. En als je ze eenmaal bij de staart hebt gepakt, dan is er geen ontkomen meer aan. Oké. Ja, dan zit je erin, hè. Dan ben je er. In plaats van dat je jezelf er moet zetten. Maar ik voel me zo bij. Nou, ik voel me zo bij is dan het startpunt. En let dan eens op je patroon. Als je meteen naar chocola, naar koffie, naar een gesprek met iemand, televisie, andere afleiding zoekt. Ook dat is niet erg. Maar als je dat bewust gaat doen, ga je patronen herkennen. Ik doe weer hetzelfde en het levert me weer hetzelfde op. Misschien zou ik eens andere patronen kunnen leren kennen. Waarom functioneren we in groep zoveel beter? Omdat de groep eigenlijk ook een soort sociale controle is. Het is verworden tot iets waarbij we onszelf allemaal opsluiten in een zekere harnas met een masker. En het mooie is dat wanneer je mensen bij elkaar zet in een groep en je werkt daarmee met die principes en dat we onszelf allemaal vanuit de onveiligheid onszelf niet durven laten zien, onszelf niet durven te uiten,
dat we ons daar heel ongelukkig bij voelen eigenlijk. En dat we vooral het contact met elkaar missen, het echte contact. En wanneer je omgeving zo veilig is, wanneer je die zo veilig maakt dat iedereen durft om van achteruit zijn masker te komen en zachtjes, zoetjes aan de maskers en de harnassen durft neer te leggen, dan ontstaat er zo'n bevrijding dat je merkt, dat je tegen jezelf zegt, waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Omdat we niet alleen onszelf, maar ook elkaar in een wurggreep houden. Doe dit dus niet overal, want de afspraak dat het veilig is, kan je niet zomaar maken in de supermarkt, op straat of in een vergadering op je werk. Het is zelfs thuis bij je huisgenoten niet veilig. Jij zult die veiligheid steeds meer moeten vergroten door met jezelf eerst te werken en het eerst in jezelf veilig te maken. En dat kan alleen maar door jezelf aan jezelf te laten zien. Geef jezelf de toestemming om gewoon te doen. En mooi, wat werkt is, neem jezelf eens op zoals ik mezelf nu opneem. Je wordt je bewuster van jezelf en wat je doet. Je wordt je ook bewust van de schaamte die je opvoelt komen. Want jij gaat zo dadelijk daarnaar kijken. Maar je leert daar ontzettend veel van. Je leert namelijk dat je, ondanks het feit dat niemand dit hoeft te zien, dat je toch belemmeringen hebt. Belemmeringen om je te uiten zoals je eigenlijk bent. Zoals je eigenlijk voelt, zoals je eigenlijk wil. En als jij jezelf niet kunt accepteren zoals je bent, als jij niet naar jezelf kunt kijken en je voelt die schaamte opkomen, dan draag je de schaamte van al die andere mensen die ook die schaamte dragen. En dan hou je die schaamte als een soort van weerstandslaag waar doorheen we niet kunnen komen om elkaar te bereiken. En om onszelf te bereiken. Maar het begint bij jezelf. Oké. Poeh, dat is al een heel filosofisch stukje. En het gaat eigenlijk altijd weer over hetzelfde. Namelijk datgene wat ons tegenhoudt om onszelf te kunnen zijn. Schaamteloos. En van onszelf te houden. Zodanig dat andere mensen ook hun schild af durven te werpen. En van jou en van zichzelf durven te houden. En er is niks mooiers als dat iedereen meer van zichzelf gaat houden en beter voor zichzelf gaat zorgen, zodanig dat onze ja ook echt een ja is, onze nee ook echt een nee is en we voelen dat we de vrijheid hebben om dat te mogen doen, omdat we de dingen doen uit liefde. In essentie is de mens goed. In essentie zoeken we altijd naar de deugd. Daar hoeven we zelfs geen opdracht voor te krijgen. Nou, deze opname heb ik gemaakt omdat ik dit niet als een les, nummer 6 of week 6 of dag 6 wilde presenteren van de challenge. Maar omdat dit eigenlijk een veel groter, dit is eigenlijk een basiselement wat ik in elke workshop of in elke les of in elke serie, reeks of programma zou kunnen presenteren. Dus iedereen heeft hier recht op en daarom heb ik dit apart opgenomen. Ik ga nu even stopzetten en dan ga ik een andere oefening doen. Oké.